Je hebt een prachtige Nederlandse naam en op je visitekaart zie ik een Duitse naam. Hoe zit dat? dat? Dat is ontstaan. Ik heb natuurlijk mijn hele leven op de Nederlandse markt actief geweest. Voor een jaar of acht geleden was ik in een nieuwe uitdaging toe. En ik ben, bij toeval ben ik met de firma Gutkens in Wurzel in aanraking gekomen. Daar, heb ik, daar hebben een paar gesprekken plaatsgevonden en toen was de keuze voor mij heel snel gemaakt. Dus ik werk voor dat Duitse bedrijf en uh, behartig de Nederlandse en Belgische markt. Je bent bezig met de uh, afsluiters. Hoe zit het met de markt op dit moment in Nederland en Duitsland? Wat wij merken is natuurlijk dat uh, we toch een behoorlijke uh, zwakke periode achter de rug hebben gehad. Maar eind uh, 2010 is er ook heel duidelijk uh, spoorbaar dat er. Uh, activiteiten, die projecten, met name die in de ijskast gezet waren door de crisis, dat die langzaam maar zeker weer uit, uh, uit de ijskast komen en ook gerealiseerd kan worden. Dus uh, de toekomst voor 2011-2012 zie ik als zeer positief. Ik begrijp dat jouw bedrijf zich profileert als een systeemleverancier. Wat houdt dat precies in? Nou, systeemleverancier dat is eigenlijk iets wat ontstaan is uit de uh, behoeften van, van de klant. Uit. Uh, als de klant uh, een project heeft of, of, of een klus heeft en hij heeft uh, daarin verschillende fabrikaten afsluiters of activators of uh, wat dan ook nodig, dan was hij altijd gedwongen om meerdere leveranciers aan te schrijven en te benaderen om tot een passende aanbieding te komen. Mijn baas is uh, destijds, voor 20 jaar terug, uh, zo clever geweest om het uh, decreet systeemleverancier te gaan uitvoeren. Dat houdt voor de klant in dat hij zijn totale behoefte, ongeacht het fabrikaat, bij één leverancier neerlegt. En wij zorgen dan dat de klant, oftewel de handafsluiters, of compleet geautomatiseerd en afgemonteerd door ons toegeleverd krijgt. En waar moet een klant opletten als hij een systeemleverancier uitzoekt? Uh, hele, goede vraag, hele goede vraag. Het is natuurlijk, uh, je moet nakomen naar wat je naar buiten brengt. Uh, wij hebben denk ik het voordeel dat, Doordat wij een klein, flexibel bedrijf zijn, dat wij niet alleen een verkoopkant hebben, maar we hebben ook een aftersale. Bij ons staat uh, de servicegraad heel hoog in vaandel. Dus wij rukken ook voor alles wat mogelijk is uit. Probleemstellingen in de fabriek waarver dan ook. Je hebt gezegd dat uh, wat projecten uit de koelkast worden gehaald. Wil het zeggen dat jij positief bent over de toekomst? Ja, zonder meer. Zonder meer. De bewijzen liggen er al.